Hallo en welkom bij het tweede deel van deel 66 van deze Bijbelschool Ziekte of Genezing. Geneest God altijd? Ik heb in mijn eerste deel twee vragen behandeld. Is de zieke naar overkomsten van God of van de duivel? En kunnen christenen genezing claimen of staat God soms een ziekte toe om ons te beproeven en te vormen? Je zal zien dat zowel in het eerste deel als het tweede deel dat je ook wat uh, overlapping met elkaar ziet. In het tweede deel ga ik het hebben over zijn er mogelijke blokkeringen die genezing in de weg staan... En wat doe je als je ziek bent? Ik haal meestal een aantal boeken aan. Vandaag zijn dat er drie. Dat is The Miracles of Smith Wigglesworth van uh, Dr. Jiger. Uh, Jezus aanraken van Tom de Wal en bevrijding en genezing van Wilkin van de Kamp. Nou, ik wil eigenlijk verder gaan waar ik het einde hoe mee begonnen ben. Ik heb de, deze dia ook al in deel 1 even aangehaald. Dat Jezus eigenlijk duidelijk maakte dat, ziek, dat de ziekte van de man de consequentie was van ongehoorzaamheid. Kijk, dat is ook wat de duivel doet. De duivel die, eh, die, die wil ons tot zonde aanzetten. En op het moment dat we dat dan doen, dan, dan bindt hij ons met demonische banden. Dat be be behandel ik uitgebreid in de video's: wie is de duivel? en bevrijdt van demonische banden. Of het gevaar van occultisme, daar be behandel ik het ook in. En Jezus die zegt, of die, die geneest die man en daarna komt Jezus weer eigenlijk naar hem terug. Dat is heel interessant. En dan staat er, daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niks ergers overkomt. He, dus op het moment dat we daadwerkelijk genezen zijn en we kiezen er toch weer voor om in zonde te gaan, dan kan ons er wat ergers overkomen. Dus daarom is het belangrijk dat we ook heilig leven, dat we rein leven, en dat we ons uh, laten leiden door de Heilige Geest. De blindgeboren man die was al volwassen toen hij genezing ontving. Jezus vertelde dat er niemand gezondigd had, maar dat door deze ziekte de werken van God geopenbaard zouden worden. Dus soms daadwerkelijk kan God die gebruikt ziektes, die kan ziektes gebruiken, omdat daadwerkelijk dan de heerlijkheid van God ook zichtbaar wordt. En dan, ze vragen aan Jezus: wie heeft er dan gezondigd? En Jezus die antwoordt in Johannes 9, vers 1 tot 3. Dan zegt hij. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Dus soms, soms kan ziekte zijn voor de eer en glorie van God. Dat kan je ook zien in het verhaal van Lazarus. Lazarus was natuurlijk gestorven in Johannes 11, vers 3 en 5. En dan zegt Jezus, die zegt, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijk wordt. Dus zie je heel mooi hoe God iets wat slecht is, voor het goede kan gebruiken. Deze heb ik zojuist al behandeld. Dan even over de doorn van het vlees. Dat is toch wel even belangrijk als we het over onderwerp ziekte en genezing hebben. He, ik heb het ook in het eerste deel al even aangehaald: dat Christus soms zegt, ja, maar ik heb eenmaal de doorn in het vlees. Net als Paulus. En uh, ja, dat is van de duivel, dat is nou eenmaal zo. Hè? En dan uh, staat er, ik zal het even voorlezen, 2 Korinther 12, vers 7 tot 10, daar staat er, Paulus zegt, en opdat ik mij door de alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuizen te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Dus Paulus zegt eigenlijk, ik heb veel openbaringen gekregen van de geest, en toch is tegelijkertijd, is daardoor, omdat ik, dat ik niet hoogmoedig zal worden, is mij een doorn in het vlees gegeven. En zegt hij, hierover heb ik de heren driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, dus Paulus die kreeg antwoord, mijn genade is voor u genoeg, zegt God, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, dit, dit is een... Heel interessant vers, wat door twee. Eh, je, ik heb het eerste deel komt een beetje gezegd dat er zijn twee kampen zijn. Je hebt een, een genezings- en claim-kamp die zeggen: we kunnen in één keer genezen en claimen. En je hebt mensen die zeggen: ja, nee, soms staat God ziektes toe. En dan, ja, dan is dat gewoon een kruis dat mensen moeten dragen. Nou, ik hoop dat je al in het eerste deel een beetje gemerkt hebt dat ik in het midden zit eigenlijk daarvan. En ik denk ja, dat je zeker uit deze tekst kan lezen dat God soms. Um, ja, ziekte's toestaat dat we daadwerkelijk zwak worden in het vlees, zodat we daadwerkelijk afhankelijk worden van hem. En Paulus die had drie maal gesmeekt dat dat bij hem weg zou gaan. En God die zei nee dat gaat niet gebeuren. Dat is natuurlijk heel interessant. Er wordt dus ja, wat was dan niet door in het vlees? De ander zegt ja, dat, dat was vervolging. Dat was geen ziekte. De ander zegt dat is wel ziekte. Nou, tegelijkertijd heb ik ook wel eens veel verhalen van christenen gehoord die zeggen van, die zeggen van, oh nee, ik heb het doorn in het vlees. Dus uh, ja, uh, en dan strekken ze zich niet meer uit naar genezing. Dus dan worden ze passief hè, of ze krijgen ongeloof daardoor. En dan, ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus ik denk als je het twee kanten op doet, dat dat niet, niet de goede kant is. En dan staat er daarna, dan staat er nog, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen, zegt Paulus. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervoringen, in benauwdheden, om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dan kan je ook zien dat mensen zeggen, ja, zie je, het ging om vervoringen en niet om ziekte. Um, wat ik dan denk wat het is, ik weet het niet, dus ik hou het in het midden. Paulus die zegt het in Gelaten 4, vers 13 en 14: dan zegt hij: U weet toch dat ik de, u de eerste keer het evangelie heb in lichamelijke zwakheid. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Dus daadwerkelijk, he, Paulus die had daadwerkelijk soms zwaktes en dan was het niet claim in de naam van Jezus en genezen. Nee, soms daadwerkelijk dan. Um, ja, staat God er op een bepaalde manier toe? Zodat we daadwerkelijk afhankelijker worden van hem. Ik denk dat God zich ook veel meer focust op de eeuwigheid. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk argument is. Op het moment dat je zegt dat het alleen maar hier nu... bam, 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 en we genezen en we zijn nooit ziek. Dat je ook eh, niet daadwerkelijk beseft dat Gods blik... voorbij dit leven gaat naar de eeuwigheid. Dit leven is maar zo'n klein stukje en daarna komt de eeuwigheid. En ik denk dat we daadwerkelijk wel eens moeten denken dat als... Als, als God een keuze heeft tussen iemand ziek laten zijn, waardoor zijn karakter gevormd wordt, dat hij zich daadwerkelijk bekeert en dat hij straks eeuwig leven heeft. Of dat hij direct zijn genezing geclaimd en dat hij denkt van, hé, hey, God is met mij en hij valt weer in zondes en hij komt voor eeuwig om. Zou God altijd voor het eerste kiezen. Dus ik hoop dat je dat wel beseft. Paulus zegt het ook tegen Timotheus, dan zegt hij, drink niet langer alleen water, maar gebruik een klein, klein hoeveelheid wijn voor uw maag en voor uw veelvuldige Kwalen. Dus, ik behalve dat ik uitgebreid in de video van deze Bijbelschool, God beproeft en vormt ons tijdens dit leven. En natuurlijk, dan is de discussie: doet hij dit dan met ziekte? Of dan zullen ze zeggen ja, anders zullen ze zeggen nee, met alleen met vervolging. Nou, wie zal het zeggen? 2 Timotheüs 4, vers 19 en 20 kun je ook nog lezen dat, dat uh, iemand in uh, ziek achtergelaten werd. En 1 Peter 4, vers 12 tot 13, daar staat ook over dat, dat er lijden zal komen over christenen. En dat het ook tot onze beproeving uh, dient. Nou, wat moeten we doen bij ziekte? Ik heb het ook al in, de eerste, in het eerste deel aangehaald. We moeten niet passief zijn en we moeten niet sommige teksten als, dan, als excuus gaan gebruiken die niet voor ons voor toepassing zijn. Allereerst moet je controleren, dat is de eerste stap, of er nog blokkeringen zijn die je genezing kunnen tegenhouden. En er zijn, de Bijbel geeft heel duidelijk een aantal blokkeringen uh, die, er, die er kunnen zijn. Allereerst ongeloof. Ongeloof is als een emmer koud water wat je over een vuur gooit. En dat kan je genezing in de weg staan. Op het moment dat je, oh nee, oh nee, God, God wil me niet genezen hebben. Hoor. Of nee, nee, het is toch niet voor mij. Dan heb je Ongeloof. En dat is heel ernstig, want je leest ook heel duidelijk in de Bijbel dat het God, dat Gods wil is dat iedereen geneest. Ik denk dat Jezus die genast iedereen. Alleen, ik geloof wel dat er bepaalde voorwaarden bij zijn, dat heb ik ook in het eerste al besproken. Jezus kon niet veel krachten doen vanwege hun ongeloof, staat er heel duidelijk. Dus dat was het eerste probleem. Het tweede punt is passiviteit. Nou, de achtergrond doet het niet meer, zie ik, maar de teksten wel, dat is het belangrijkst. Is passiviteit. Dus dat je achterover blijft leunen. De, de bloedvloeiende vrouw die ging naar Jezus toe. En die geloofde. Het was zelfs verboden. Want ze was eigenlijk uh, uh, onrein. Dus ze mocht niet bij andere mensen komen. Toch deed ze dat. En ze raakte Jezus aan. Dus ze was daadwerkelijk actief in haar geloof. En dat zie je ook. Um, dat ze een, een, uh, een verlande kwam brengen bij Jezus. Op, uh, met een bed. En door het dak heen. Dus ze had heel veel moeite gedaan om uiteindelijk die zieke bij Jezus te brengen. Dus we moeten, niet, we moeten geen ongeloof hebben. We moeten ook niet... Passief zijn. Dat kan je ook lezen in Matthäus 9, vers 27 en 28. Met twee blinden die komen ook echt naar Jezus toe. En die zeggen: Zoon van David, ontferm u over ons. En uiteindelijk werden die blinde mensen ook genezen. In Jacobus 5, vers 13 en 15, dan staat er: Is iemand onder u ziek? Een vraagteken. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dus dat is een belangrijke stap. Laat je. Zalven met olie door de oudelingen van de gemeente. Eh, heb je dat al gedaan op het moment dat je ziek bent? Of, of denk je van, ja, uh, ik heb de doorn in het vlees. Eh, om zo maar te zeggen, het is een opdracht om je daadwerkelijk ook te laten zalven door de oudelingen van de gemeente. Dat is absoluut de eerste stap. En dan staat, laten die voor hem bidden en hem het olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Dus zorg dat je niet passief bent, maar je echt uitstrekt naar genezing. De derde blokkade is ongehoorzaamheid. Dat kan je bijvoorbeeld lezen als je ongehoorzaam bent aan je ouders. Dan staat er in je vader en je moeder, want dat is het eerste gebod met een belofte. Als je dat doet, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Dus als je dat niet doet, goed niet voor je ouders zorgt, oude dan kan het je genezing in de weg staan. Dat is hetzelfde zo op het moment dat je niet goed voor je vrouw zorgt. In 1 Peter 3, vers 7. Dan staat: U mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw. Die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want ze deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niks uw gebeden in de weg. Dus als je niet goed met je vrouw omgaat, dan kan dat je gebeden in de weg staan. Daarom is het zo belangrijk dat, we dat, dat je dat goed doet. En dat is ook met onvergevingsgezindheid te maken. Als jij mensen niet vergeeft, dan zegt de Bijbel dat God ook jou niet zal vergeven. Dus heb je nog onvergevingsgezindheid, heb je nog frok richting bepaalde mensen, dan moet je eerst zorgen dat je dat oplost. Nou, dat had ook met een Amand. Dat is ook een heel interessant verhaal in het Oude Testament. Een Amand die, die ging naar Elisa toe. En Elisa die zei: Van ja, als jij je wast in de Jordaan, dan word je genezen. En Elisa die dacht: Dat is me veel te min. Het is een veel, veel schonere rivier. Soms kan God iets aan je vragen, wat naar je vlees. Nou, dat klinkt te simpel. Is dat de oplossing nou? Moet ik dat nou doen? Iets doen wat je naar het vlees niet leeft om te doen. Maar gelukkig waren er goede dienaren die waarschuwden: Nou, doe het nou gewoon, het is toch zo simpel. Hij deed het en hij werd volledig gezond. Maar in eerste instantie, als hij ongehoorzaam was geweest, dan had hij ook niet genezen geworden. Soms moeten we iets doen. Dat we niet leuk vinden en dan ontvangen we daadwerkelijk ook genezing. He, dat kan je, kan je le lezen. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Zo belangrijk is dat we gehoorzaamheid niet kunnen vergeven. Dat heb ik eigenlijk net al aangehaald, dat is als vierde punt. He, dat staat in Marcus 11, vers 25 en 26. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw vader die in de hemel is, uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, die in de hemel is, ook uw misdaad niet vergeven. Ik heb er ook een video over gemaakt. Vergeven is geen, is geen optie, maar een opdracht. In 1 Johannes 1, vers 8 tot 10 staat ook dat het belangrijk is dat we daadwerkelijk onze zonde beleiden aan God. He, als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf, is de waarheid niet in ons. Als we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus het is belangrijk dat we onze zonde ook beleiden. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Dus dat zijn de, zijn de punten. Dat was eigenlijk het hele eerste punt, dat je dus zorgt dat er geen blokkades zijn. Het tweede punt, zorg dat je je focus op de juiste geneesheer. He, koning Ahazia vroeg advies aan de, ba, aan de Baal, Baalzebub, zou je kunnen zeggen, daar komt het Baalzebub vandaan, in plaats van God en daar, daarom stiervij. Dat kan je lezen in 2 Koningen 1, vers 2 tot 4 en 16 tot 17. Dat kan je ook lezen in, uh, bij Koning Aza, 2 Kronieken 16, vers 12 en 13. Daar staat, Aza werd in het 39 e jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de heren, maar de geneesheren. Aza ging te rusten bij zijn vader. Hij stierf in het 41e jaar van de regering. He, dus waar richt jij je genezing op? He, ik heb behandeld verder in mijn video eh, ook het gevaar van occultisme. Dat soms mensen naar occulte geneeswijzen gaan om dan maar een oplossing te vinden. En soms helpt het even, maar dan komt, soms leert de pijn dan weer terug. He, en de duivel kan ook komen met tekenen en wonderen. En de duivel die wil je graag een wonder geven. als dat ervoor zorgt dat je de verkeerde kant op gaat. Dus focus je op de juiste geneesheer. Dat is erg belangrijk. He, want dan kunnen we lezen in Matthäus 24, vers 23 en 24: He, dus zeg, hier is de Christus, daar is de Christus. Geloof het niet, want er zullen vele valse christenen en valse profeten opstaan. Ze zullen grote tekenen en wonderen doen. zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen kunnen misleiden. Nou ja, ik heb een hele lijst. Hier staat ook in, via, uh, in de uh, dia een video ook van het gevaar van occultisme. Van uh, acupunctuur, uh, um, amuletten, uh, homeopathie, uh, uh, reiki, um, nou ja, voedoe, tarotkaarten, allemaal van dat soort dingen. Doe het niet. De duivel die wil je binden daarmee. Nou, het, um, ik denk dat de meeste mensen naar de apotheek gaan. Ik denk als je kijkt ook wel. Is je eens opgevallen dat, dat dit het logo van de apotheek is? Nou, dat komt, soms hebben ze dat logo, soms hebben ze dat logo, daar, daar verschilt een beetje, uh, een beetje wat in. En dat heeft eigenlijk ook een, ook een occulte geschiedenis. Dat kan je hier ook lezen als je dia's uh, downloadt. Ik kan, zal het recht wel even voorlezen. Het is de, de staf van Asclepius. En dat is. Uh, Asklepius was de Griekse halfgod van de geneeskunde. Volgens de mythologie was hij in staat om de gezondheid van de zieken te herstellen en doden weer tot leven te wekken. De Grieken beschouwden slangen als heilig en gebruikten hen in genezingsrituelen om uh, Asclepius te eren. Dat is heel interessant hè? dat de Grieken dus slangen als heilig zaten, terwijl de slang natuurlijk een beeld is van de duivel. Slangengif werd als een remedie uh, beschouwd en uh, hun huidverlies werd gezien als een symbool van wedergeboorte en vernieuwing. Dus als een. Ik, ik zeg niet dat het per se verkeerd is om naar een dokter te gaan of medicijnen te halen, maar ik heb wel gemerkt dat heel veel medicijnen die hebben vaak meer bijwerkingen hebben dan dat ze daadwerkelijk de oplossing geven voor je probleem. Of ze geven de oplossing voor één probleem, maar je krijgt zoveel bijwerkingen erbij dat dat uh, ja, voor een hoop ellende zorgt. Dus, dus nogmaals, waar, waar strek jij je naar, naar uit? En, en als je kijkt naar de hele farmaceutische industrie, wat er geld eraan verdiend wordt, dan uh, ja, verdiep je daar maar eens in. Dan, dat zorgt ervoor dat mensen die. Als ze ziek zijn, dan rennen ze zo snel naar de dokter. Maar ben je al bij je hemelse dokter geweest? Ik denk dat dat de eerste, de eerste stap moet zijn. Mag je als christen naar een dokter, dokter gaan, dat ik in mijn aantekeningen nog staan. Nou, ik geloof niet dat we onder de wet zijn, maar onder de genade. En genezing is een genadegave of een gif. Dus ik geloof zeker dat je naar een dokter toe mag. Alleen, ik zie te vaak, weet ik ook zelf in mijn eigen leven, dat als je iets had, als ik iets had vroeger, dan ging direct naar de, dokter, naar de dokter, dokter. Terwijl je dat gewoon bij God zoekt. Nou, je ziet dat met slangen. Dat, dat, uh, ja, dat is het logo van apotheken. Dus ik hoop dat je het toch aan het denken zet. Heel interessant ook het verhaal van nummer 21. Hè, dat um, Uiteindelijk de Heer die zendt slangen om het volk Israël te straffen. En dan zegt de heer, die zegt tegen Mozes. Maak u een gifslang, zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven. Als hij daarnaar kijkt. Dus ook toen was het dan een occult symbool. Hoe interessant is het dat God het eerst opdraagt. Maar het was natuurlijk een beeld om, wat aan Jezus daadwerkelijk. Hè, dat het een beeld van Jezus was. Toen maakte Mozes een koperen slang, zette die op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Hè. Uiteindelijk wordt dat uh, ook in het uh, Nieuw Testament, wordt deze tekst aangehaald, dat het al een beeld was van Jezus. Hè. Dus Jezus, die, die, die zou kunnen zeggen, die verslaat dat occulte aan het kruis. Behandel ik in de video de kracht van het kruis. Dus hoe interessant is het dat, dat nu de apotheek, dat ze een slangetje heeft, wat hij dus in het Oude Testament al leest. En dat natuurlijk Jezus heeft natuurlijk de slang ook vertrapt onder zijn voeten. En het derde punt, sta op Gods woord, dat is je medicijn. Dat kan je heel mooi lezen in Spreuken 4, vers 20 tot 22. Dan staat er: Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, necht je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Dan staat er: Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Gods woord is jouw genezing. Ook het woord van God is levend en krachtig. En dat kan je nog heel mooi lezen in Psalm 103, vers 1 tot 5. Dan staat er ook: uh, Loof de Heer en mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die uw kroon met goede tierheid en mamhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede. En uw jeugd vernieuwt als een aard. Ik behandel dat uitgebreid ook in mijn video. De Bijbel is levend en krachtig. Waar kracht zit in Gods woord. Ik afsluit met het gebed. Vader, ik wil ook vragen, Heer, dat u, uh, ja, dat u ook voor zorgt, Heer, dat er zoveel mensen ook daadwerkelijk zich zullen uitstrekken naar genezing, Heer. Ook ongelooflijk dat ze tot bekering zullen komen daardoor, dat die genezing ook een teken en wonder zullen zijn, Heer. Dat het daadwerkelijk uh, ja, mensen die overweldigd zijn door de duivelen dat ze daar ook van verlost zullen worden. Heer. En dat het ook een getuigenis zal zijn, dat uw naam daardoor geëerd zal worden, heer. dat we de juiste genezer zullen zoeken. En dat is zijn naam, is Jezus Christus. Dank u ook voor in de naam van Jezus met de kracht van de Heilige Geest. Amen. God zegen en hopelijk tot de volgende keer.